Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video van het Geldcollege. Vandaag gaan we weer aan de slag met de kijkersvraag. En deze week komt de vraag van Salam. En die had in mijn opinie een hele leuke vraag. Want die vroeg zich namelijk af of er op het moment op de beurs sprake is van een technologiebubbel. Hij geeft ook aan, sinds de coronacrisis zijn heel veel bedrijven, heel veel technologiebedrijven, zijn ontzettend hard gestegen in waarde. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Apple, waar zo'n 50% is bijgekomen. Amazon is zo'n 50% bijgekomen. Microsoft heeft een koersstijging van zo'n 30 tot 40% gehad. En hij geeft ook aan, ik begrijp dat het logisch is dat mensen meer gebruik zijn gaan maken van online diensten. Maar is die koersstijging nog rechtvaardig? Of is het waarschijnlijker dat er binnenkort de bubbel, om het zo maar te zeggen, zal barsten? En dat die bedrijven dan 70 tot 80% in waarde in elkaar donderen, zoals we bijvoorbeeld eerder hebben gezien bij bijvoorbeeld de dotcom-bubble in 2000. Maar ook bijvoorbeeld een paar jaar geleden met de bitcoin-bubble. Vandaar dat we vandaag met die vraag aan de slag gaan, dus laten we daar maar gewoon direct mee beginnen. En voordat we gaan kijken of er inderdaad een bubbel op de technologiemarkt is, is het waarschijnlijk eerst even verstandig om te kijken wat een bubbel nou eigenlijk definieert. En een bubbel is een moment waarop de waarde van aandelen van bedrijven heel hard begint te stijgen, zonder dat de winst of de omzet van die bedrijven daadwerkelijk meestijgt. Dus wat er dan gebeurt is dat de bedrijven maken dus dezelfde hoeveelheid omzet of winst, maar hun koers begint te stijgen simpelweg omdat er heel veel mensen zijn die beginnen te speculeren met die koers. Ze gaan er simpelweg vanuit dat, oké, als ik nu een internetbedrijf koop, simpelweg omdat mensen allemaal zo enthousiast zijn over de hele technologie sector of over een bepaald bedrijf, dat ik het over een paar maanden voor 100 of 200% of wat dan ook winst kan verkopen. Er zit dus geen logische strategie meer achter van de manier van beleggen. En het is puur en alleen eigenlijk gokken met de psychologie van mensen. Simpelweg omdat mensen denken, dit bedrijf, wat er ook gebeurt, mensen zijn toch gek aan het worden en we kunnen dit allemaal verkopen. Dat zag je bijvoorbeeld ook gebeuren bij Bitcoin destijds. Het ging van 1000 naar 20.000 in een hele korte periode. Terwijl er eigenlijk op dat moment nog niet echt waarde lag achter de onderliggende asset. Dus dat is een bubbel. En de vraag is nu dus of het op een moment zich ook afspeelt. En daarvoor gaan we eerst even kijken naar wat er gebeurd is in 2000. Want dat was namelijk de dotcom-bubble. Toen waren er heel veel technologiebedrijven die zonder ook maar winst te maken of zonder ook maar een goed businessplan te hebben live gingen, dus publiek op de markt gingen en aandelen konden uitgeven, zonder dat ze eigenlijk op dat moment waarde creëerden. En toch kochten mensen het, simpelweg omdat ze het gevoel hadden van oké, dit is een internetbedrijf en wat er ook gebeurt, internetbedrijven zijn heilig. En als ik hem nu koop, dan kan ik hem over 2 maanden misschien voor 300% winst verkopen. Dus laten we eerst even kijken wat daar gebeurd is en laten we dan doorgaan met hoe het nu in elkaar zit. En laten we dus eerst even kijken naar wat er gebeurd is in die periode. Want de dotcom-bubble is een periode tussen 1995 en 2000 waarin heel veel technologiebedrijven ontzettend hard in waarde stegen. En een van de makkelijkste manieren om daar naar te kijken is om een index te pakken. Dus dat volgt een grote groep bedrijven in een bepaalde sector. En te kijken wat daar dus eigenlijk gebeurd is op het moment dat het gaat om de stijging die er gerealiseerd is. En een van de indexen die je dan eigenlijk altijd pakt is in dit geval de Nasdaq Composite Index. Daarin zitten voor het grootste gedeelte Amerikaanse technologiebedrijven, in totaal zo'n 2500. En van die bedrijven stegen er heel veel dus in waarde omdat ze simpelweg iets met internet deden. Nou, om een idee te geven, in de periode van 1995 tot 2000 steeg die index met een percentage van 400%. Dus een indexfonds stijgt met 400% in 5 jaar, terwijl normaal gesproken een indexfonds zo'n 7, 8, 9% per jaar verdient. Dus of de bedrijven die in de index zitten zijn met z'n allen ontzettend veel winst gaan maken, of er is ergens sprake van een bubbel. En dat is dus uiteindelijk wel wat er gebeurde. Nou, een makkelijke manier om te kijken of iets in een bubbel zit op de aandelenmarkt is door te kijken naar de PE ratio. En dat staat eigenlijk voor price to earnings. Dus de prijs ten opzichte van de winst die er gemaakt wordt. Als iets een PE ratio heeft van 20, dan betekent dat voor elke euro winst die er gemaakt wordt, een aandeel 20 euro waard is. Dat is een PE ratio van 20. Een normale PE ratio, afhankelijk van de sector waar een bedrijf in zit, ligt tussen de 10 en de 40, 50 is aan de hoge kant.
Maar dat is aan de hand daarvan kun je dus zien of de aandelenkoers nog een beetje in vergelijking staat met de winst die er daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Nou, om een idee te geven, tijdens de periode van 1995 tot 2000, in 2000 op het hoogste punt, had die Nasdaq Composite Index van een PE ratio van 200. Dus dat geeft aan dat voor elke euro winst die er in die index gemaakt werd, een aandeel 200 euro, of in dit geval dollar, waard was. Dat geeft dus aan dat er een gigantische disbalans is tussen de koers die er daadwerkelijk is en de winst die er daadwerkelijk gemaakt wordt. Nou, daarnaast waren er ook nog andere signalen dat er iets niet helemaal in de haak was. Je had bijvoorbeeld bedrijven als Qualcomm. Qualcomm is een chipfabrikant, die bestaan op het moment nog steeds. Maar die steeg in die periode 2600% in waarde. Daarnaast waren er ook nog 12 andere bedrijven die meer dan 1000% in waarde stegen. En nog eens een stuk of 7 andere bedrijven die 900% in waarde stegen. Terwijl die bedrijven niet 900 of 2600% meer winst aan het maken waren. Puur en alleen omdat mensen gefascineerd waren door het internet bestaan. En het feit dat de nieuwe, het is een soort gold rush. We moeten er snel bij zijn voordat het voorbij is. Nou, een ander signaal dat er op dat moment iets mis was, was dat het voor heel veel bedrijven mogelijk was om een IPO te doen. Dus dat betekent dat je private bedrijf op de aandelenmarkt brengt, zonder dat er daadwerkelijk in sommige gevallen zelfs omzet werd gedraaid, of dat er winst werd gedraaid. Dus sommige bedrijven hadden alleen een businessplan, en met dat businessplan konden ze naar de aandelenmarkt en waren ze op papier ineens miljonair. Dus op het moment dat soort dingen beginnen te gebeuren, geeft het eigenlijk aan dat het niet meer klopt. Er zit geen logische gedachte meer achter waarom iets naar de beurs gaat, waarom mensen er in godsnaam hun geld in zouden investeren, want waarvoor zou je bijvoorbeeld 1000 euro investeren in een bedrijf wat nog niet eens heeft laten zien dat het daadwerkelijk omzet, laat staan winst kan draaien. Nou, dan lijkt het mij nu even belangrijk, als we kijken naar de vraag, zitten we in een technologiebubbel, om te kijken naar hoe de Nasdaq Composite Index er op het moment voor staat. En laat wel duidelijk zijn, ik gebruik hier één ratio, de PE ratio, simpelweg om gewoon een beeld te vormen van waar we staan. Er zijn natuurlijk veel meer factoren die hiermee te maken hebben, maar dit is eigenlijk een hele grove indicator van hoe een sector er in zijn algemeen voor staat en vooral hoe de aandelenkoers ervoor staat in vergelijking met de winst die er wordt gemaakt. Want nogmaals, op het moment dat dat boven de 50 komt en helemaal op het moment dat het rond de 200 zit, dan kun je ervan uitgaan dat je in de bubbel zit en dan is het waarschijnlijk slim om je geld eruit te halen. Nou, waar zitten we nu als het gaat om de Nasdaq? Nou, als je kijkt over het afgelopen jaar, dan heeft de Nasdaq een PE ratio tussen de 20 en de 30. Dat geeft dus aan dat er in vergelijking met de winst die er wordt gemaakt, een relatief normale aandelenkoers is. Als je kijkt naar de sector in zijn geheel. Betekent echter niet dat alle bedrijven die in die sector zitten, die in die index zitten, dat die ook allemaal gezond zijn. Of tenminste dat de PE ratio daarvan normaal is. En om te kijken of welke bedrijven een normale PE ratio hebben en welke niet, heb ik even eigenlijk de grootste bedrijven erbij gepakt. Dan moet je denken aan Apple, Google, Amazon, Tesla. En ik zal er vast even twee vergeten. We gaan even kijken van die bedrijven waar die PE ratio nou eigenlijk ligt. En ook hoe die PE ratio zich over de afgelopen 10 jaar ontwikkeld heeft. Zodat we een beetje weten wat normaal is voor dat bedrijf. Nou, laten we dan eerst even kijken naar de PE ratio van een van de grote techbedrijven die er is. Natuurlijk Apple. Nou, als we kijken naar de grafiek van de afgelopen jaren, dan zien we eigenlijk dat Apple normaal gesproken een PE ratio heeft van zeg 15 à 20. En zoals je kunt zien is dat het afgelopen jaar inderdaad wat gestegen. Het zit net boven de 30. Betekent dat het bedrijf in een bubbel zit? In mijn opinie zeker niet. Het bedrijf is heel erg gevestigd, maakt ontzettend veel winst. En ook een PE ratio van boven de 30 is misschien wat aan de hoge kant voor een bedrijf wat constant rond de 15 naar 20 zit. Maar het betekent echter niet dat het zo zwaar overgewaardeerd is dat ik zou zeggen dat er een bubbel aankomt die op klappen staat. Als we vervolgens doorgaan met Microsoft, dan zien we ook daar weer dat de PE ratio op het moment wat aan de hogere kant zit, maar dat het in vergelijking met een PE ratio die ongezond zou zijn, eigenlijk nog helemaal niet bestaand is. Ze zitten gewoon weer rond de 30 à 40.
En dat is ook voor eigenlijk dit soort gevestigde bedrijven misschien een wat hoger PE ratio, maar niet zozeer een ratio waarvan ik zou zeggen dat het heel erg vreemd is. En dan hebben we Google, of in dit geval beter gezegd Alphabet. Zoals je kunt zien is de afgelopen jaar is het weer wat omhoog geklommen, die PE ratio, helemaal als je het vergelijkt met de 2 jaar daarvoor. Alleen Google heeft ook wel eens eerder een PE ratio gehad voor rond de 50 en 40. En eigenlijk ook hier weer helemaal geen verschil met wat je zou kunnen zeggen dat het, waarvan het normaal is. Het is misschien weer wat aan de hoge kant, maar het is niet zo dat er een bepaalde bubbel aan zit. En nogmaals, dit zijn gewoon gevestigde bedrijven die al lang hebben bewezen bepaalde markten te domineren. En ook dat is het verschil met de bubbel, zoals ik net al aangaf. Op het moment dat er bedrijven zijn die geen winst maken of geen omzet draaien en die hebben een hele hoge PE ratio, dan maak ik me specifiek zorgen over dat bepaalde bedrijf. Alleen Alphabet is gewoon een gigantisch bedrijf wat gigantisch winst maakt en ook een gigantische omzet draait. En in dat geval zou ik zeggen dat dat Apple, Alphabet en Microsoft op het moment helemaal geen gekke PE ratios hebben, maar wel aan de hoge kant zitten. Nou, dan door met Facebook. Als we daar naar kijken, dan zien we dat Facebook zeker in het verleden een hogere PE ratio heeft gehad. Ze hebben een PE ratio gehad van rond de 100. Ze zitten nu rond, pak een beet 40. En als je kunt zien, is dat al eigenlijk de afgelopen jaren zo. Dus op het moment is er daar ook geen verschil te ontdekken van wat je zou zeggen van, nou, dat is een hele vreemde PE ratio. Hun winst staat, ook al zijn de aandelenkoersen gestegen, hun winst staat nog wel in vergelijking met, hun aandelenkoers staat nog in vergelijking met de winst die er daadwerkelijk behaald wordt. Dan wordt het nu wel tijd om door te gaan met twee bedrijven die iets anders in elkaar steken, in mijn opinie. En dan gaat het over Amazon en Tesla. Dus laten we daar direct even naar kijken. Laten we dan eerst even kijken naar het aandeel Amazon. Want Amazon, op de grafiek kun je het misschien niet zo heel goed zien. Dat komt omdat ze één keer een moment hebben gehad waarop ze een PE ratio hadden van 3000. Daardoor lijkt de rest van de grafiek heel erg vlak. Ik kan je wel vertellen dat Amazon eigenlijk over het algemeen een PE ratio heeft voor rond de 80 à 90. Dus dat is eigenlijk een hele hoge PE ratio. En dat komt omdat Amazon eigenlijk een beetje een heel vreemd aandeel is. Simpelweg omdat ze mensen zijn er heel erg enthousiast over en daarvoor zijn er nog steeds heel veel investeerders die erin blijven investeren, ondanks dat de winst die er gemaakt wordt nog niet daar is. De verwachting is natuurlijk dat ze de complete complete online shoppingwereld op een gegeven moment domineren en dat ze dan ongelooflijk veel winst gaan maken. Tot die tijd is de winst er nog niet echt in vergelijking met de ratio die ze hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat op het moment het aandeel overgewaardeerd is. Maar dan hou je niet rekening met de groei die er zou kunnen zijn of de winst die ze kunnen gaan maken. Dus dat zijn toekomstvoorspellingen. Maar voor een aandeel als Amazon heeft het gebleken dat het al jaren op dat niveau presteert. Dus een beetje een vreemd aandeel als het gaat om de PE ratio. Maar waarschijnlijk wel presteren ze nog steeds normaal ten opzichte van wat ze altijd hebben gedaan. Dus ook hier zou ik zeggen dat het aandeel misschien wat hoog geëvalueerd is. Maar niet dat het aandeel in een bubbel zit. Het zit niet op een PE ratio van verschillende honderden. Of het is ook niet in vergelijking met de jaren daarvoor ineens ontzettend hard gestegen. En dan, dames en heren, mijn favoriete aandeel als het gaat om de PE ratio. En dat is Tesla. En als je kijkt naar de grafiek, dan zie je dat er eigenlijk in de jaren daarvoor eigenlijk geen data beschikbaar is van de PE ratio. En de reden daarvoor is eigenlijk simpel. Tesla is sinds kort eigenlijk pas winst gaan draaien. Het is niet mogelijk om een PE ratio te berekenen op het moment dat een aandeel geen winst draait. Omdat je dan altijd op een negatief of nul uitkomt. Dus dan zegt die hele indicator niks. Ze zijn sinds kort wel winst gaan draaien. En op het moment dat je dan kijkt naar de PE ratio, dan zie je iets wat heel erg interessant is. Dat is namelijk dat ze rond de PE ratio zitten van zo'n, pak een beet 800. Wat moet ik daarvan zeggen? Ik weet dat er heel veel mensen zijn die heel erg enthousiast zijn over Tesla. Ik zeg, ik persoonlijk ben ook fan van het bedrijf, fan van wat ze doen. Ik weet dat er heel veel mensen ook de aandelenkoers heel erg hard verdedigen. Maar als je kijkt naar dit soort getallen, dan zeg ik nog steeds dat Tesla op het moment meer gewaardeerd wordt dan waar het misschien credit voor moet krijgen. Want een PE ratio van 800, dan verwacht je dus in de toekomst nog een hele grote groei of echt complete marktdominatie.
En of dat binnen de komende jaren gaat gebeuren is nog maar de vraag. Als het gaat om een bubbel zou je dus kunnen zeggen dat als we kijken naar de hele technologie sector, de index in zijn geheel, dat daar weinig risico is op een bubbel. Als we kijken naar de grootste technologiebedrijven, dan zou ik zeggen dat de meerderheid op het moment niet in een bubbel zit, en maar misschien wel wat hoog geëvalueerd is. En als het gaat om Tesla, dan zou ik eigenlijk willen zeggen dat als je kijkt naar de PE-ratio, een bubbel misschien wel bestaat. Op het moment dat ze de komende jaren daadwerkelijk die winst kunnen gaan behalen en daadwerkelijk de hele markt kunnen pakken, dan zal die PE-ratio vanzelf dalen. Want een PE-ratio van 800, ik kan me niet voorstellen dat ze de komende 10 jaar nog volhouden. Het zal ergens toch een keertje terug moeten komen naar normaal. Helemaal als je kijkt naar bijvoorbeeld bedrijven als Amazon, die ook op een PE-ratio, zitten van zo'n 80 à 90. En dan zit Tesla daar gewoon eigenlijk tienvoudig boven. Dus het blijft de vraag wat dat aandeel in dat optiek gaat doen. Dus misschien is dat het enige aandeel wat in mijn optiek in een bubbel zit. Nou, vond je dit nou een leuke en informatieve video? Geef dan zeker even een like. En als je meer van dit soort video's wil zien, je kan je natuurlijk altijd abonneren op het kanaal. Want elke zondag sowieso een nieuwe, lange, uitgebreide video. Ik hoop in ieder geval dat je hier wat aan gehad hebt. En tot volgende week. Tot ziens!